Ja, deze had ik zeker gespeeld. Had uitstekend gelopen in Alkmaar. Was helaas in Hilversum, had hij 2 keer gesprongen, kwam hij toch nog als derde binnen. Was vandaag, dacht ik, een vaste winnaar. Klopt inderdaad, dat leek mij ook. Maar we gaan even horen of het van Hans of het officieel is. Het is officieel. En de winnende tijd was 1.19.3. 1.19.3 dus de winnende tijd voor deze Gidde Kingley. Een 6-jarige Maddie van Virtual Bokart True Kingley. Duits gefokt, maar eigenlijk van meneer Kingma. En gereden dus door Ruud Pols. De man die hier al veel successen mee, of tenminste eerder was zijn broer die de successen pakte. Maar Ruud kan het ook hier zeker op de baan van Groningen. Kom op, Alberto, we gaan een foto maken. Zij winnen dus de Club van 100 prijs en meldt u dus aan voor die Club van 100. Foto gemaakt, dan loop ik even naar Ruud, want Ruudje pakte direct de leiding en toen leek het eigenlijk appeltje eitje met deze bijna vaste winnaar van de dag. Ja, dat zeg ik wat in Hilversum, dat wist je al, ging het niet goed allemaal. Ik bedoel, ja, aan de kop is je heel sterk en hij lucht zat, dus ja, toen ik eenmaal de kop had, toen, ja, verzekerd ben je nooit, maar dan had ik in ieder geval de gedachte een goede kans te hebben. En voor vandaag, heb je nog een andere goede kans? Ja, laatste koers denk ik, nog goed bezig. Kwalificeerd in 16 en als je hier lopen wil, dan doet hij goed mee. Hou je daar in de gaten, want dat was een goed paard na het laatste koers met die van Marcel Hauber. Die heb je al voorgereden? Nee, nog niet. Kijk, gaan we dat straks zien, dames en heren. Dat is pas de laatste koers, maar eerst gaan we nog een aantal andere prachtige koersen hier meebeleven. Maar het allerbelangrijkste voor nu is dat we een groot applaus laten horen voor de winnaars van deze koers, Gidde Kingley en Ruud Pols. Zij winnen dus de Club van 100 prijs en meld u alle aan voor die Club van 100.